Bewustwording over elke vorm van welzijn en gezonde levensstijl bij de mens is erg belangrijk. De tweede Wellness Health en Fitnessbeurs is niet alleen daarop gericht, maar ook op de bevordering van het toerisme in Suriname. De beurs werd gisteren gehouden in het Openluchtmuseum Fort New Amsterdam. Vanessa Limon, initiatiefnemer van de beurs, ziet de Health, Wellness en Fitness Fair als een belangrijk moment om informatie over een goede gezondheid met de samenleving te delen. Daarnaast streeft de organisatie er ook naar om toerisme in Suriname te helpen ontwikkelen. De keus voor het Fort Nieuw Amsterdam is ook gemaakt voor een betere stroom naar het Openluchtmuseum. Gerard Alberga, directeur van het Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam, is net als Limon dezelfde mening toegedaan over de bedoeling van de beurs. Ik wil bij deze vooral Surinamers vragen om zichzelf te omarmen en ook ons land te omarmen. En te gaan voor die gezonde levensstijl. Met die gezonde levensstijl hebben wij de kracht nodig om het land beter op te bouwen. En ik weet dat we dat kunnen. De toerist heeft ons gevonden, eigenlijk nog meer nog dan het museum in Paramaribo zelf. We hebben hier meer buitenlandse toeristen dan het aantal bezoekers aan het Surinaams museum. Zoveel toeristen komen hier naartoe. Voor hun speelt geld geen rol. Ja. Dus blijf komen, blijf onze geschiedenis kennen. Hier leert men echt. Het is een geweldig prachtige omgeving. Met speelplaatsen. Je kan echt hier de hele dag verpozen. We hebben zelfs een voetbalveld met kunstgras. Dus je kan hier echt verpozen. De hele dag kan je hier zijn. De ondernemers spreken van een belangrijke kans om kennis over gezonde levensstijl met de samenleving te delen. Het is vooral belangrijk om elke ziekte een stap voor te zijn. Dat gebeurt reeds bij het blijven informeren van elkaar over de verschillende ziekten. Laten we op onze gezondheid letten, want die heb ik ook zelfs persoonlijk moeten ervaren. Dus we moeten zeer op onze gezondheid letten als we fris en goed door het leven willen. Als we niet verantwoordelijk zijn voor ons eigen lichaam, kunnen we sowieso de dialyse instappen en of andere ziekten, aan andere ziekten lijden. En daarom is het heel belangrijk dat je sowieso op je voeding let. Voeding, eet gezond. Dat is mijn boodschap. En drink vooral genoeg water. Dat is ook een van de belangrijke zaken.